Hallo kijkers van Tramsy90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Saints Row 2. Allereerst moet ik vertellen dat ik vandaag een beetje moe ben. Dus jongens, waarschijnlijk zal ik vandaag niet zo enthousiast praten. Ondertussen is het hier echt helemaal oorlog op straat tussen groenen en de politie. En ja, wat we vandaag gaan doen is trouwens, we gaan een paar dingen doen die ik er gisteren heb opgeschreven. Voor de mensen die de aflevering van gisteren hebben gezien, die begrijpen wat ik bedoel. En in het begin, dus nu, ga ik allereerst even wat auto's bekijken. Want ik heb wat auto's de vorige keer erbij gekregen. Bijvoorbeeld een... ja, deze monster truck. Dus die wil ik allemaal even gaan bekijken. En dit is Marrow's monster truck, dit trouwens. Ik dacht dat die ontploft was, maar... kunnen we ook over auto's heen rijden? Ik neem dat aan als een ja en een nee. Het kan, maar het is niet de bedoeling. Oké. Hoppakee. Nou, dit kan niet over auto's heen rijden. Wat wel heel gek is, want dit is een monster truck. Maar, oké. Nou, dan parkeer ik hem weer terug in mijn garage. Hoeft niet per se, maar... ik vind het wel net zo netjes. Oh, sorry groen. Oké. Oh god. Oké. Oh god. Nog een keer vechten, gozer. Oké. En dan gaan we verder met de volgende auto die ik gekregen heb. En dat is de zwendel. En die heb ik ook getuned gisteren. Dus voor de meeste mensen die de afleiding van gisteren hebben gezien, die herkennen deze auto wel. En ik vind hem echt wel vet. Ik vind hem wel vet geworden. Maar oké. We kunnen wel de hele dag besteden aan auto's rondrijden. Maar ja. Oké, wat we ook nog hebben gekregen is de Legion. En deze ziet er een beetje kapot uit. Oh, nu is die gerepareerd. Mooi. En deze heb ik ook getuned, jongens, gisteren. Voor mensen die de gisteren ook hebben gezien, die herkennen deze ook wel. Auto Store in Garage. Oké. Nou, dan gaan we over op de laatste twee. En één is deze. Volgens mij kon ik deze niet tunen. Dus daar kun je het resultaat van zien. Maar oké, deze auto hebben we dus nog. En wat hebben we nog meer? We hebben nog één auto erbij. En dat is de Alaskan. En wat heb ik nou net opgepakt? Niks. Nee, ik heb niks opgepakt. Oké. En deze heb ik wel getuned, jongens. Deze auto. Oké, in ieder geval, dan kan ik nu al twee dingen wegstrepen. Dus dat ga ik dan ook meteen even doen. En wat we dan gaan bekijken is even een nieuwe move die ik erbij gekregen heb. Of nou ja, nieuwe moves die ik erbij heb kunnen krijgen als ik ze wil nemen. Zal ik waarschijnlijk niet nemen, jongens, maar ik kan ze wel bekijken. Ik wil trouwens ook even mijn homies bellen. Bijvoorbeeld, welke homie? Troy. Gonna be just like old times, huh? Yep. Nou, Troy, waar ben je? Oh, is dit een politieauto? What do you have in mind? Nou, dat jij instapt. Oké, komt er nou echt politie mee? Oké, nou, in ieder geval. We gaan dus op weg naar dat wat we kunnen. En dat is hier. Oh, dan kunnen we meteen ook kijken of die winkels te koop zijn. Maar als die winkels te koop zijn, ja, dan ga ik ze kopen. Dat is logisch. Oké. Oh ja, god. Ik dacht, waarom is hier geen muziek aan in deze auto? Komt omdat het een politieauto is. Hoe ging de sirenes ook weer aan? Oh ja, zo. Oké, dan is het tenminste wat. Met je sirenes aan. Hoppakee. Nou, dan gaan we hier dus even naartoe. Troy, waarschijnlijk moet je buiten wagen, jongen. Maar... hey, to open the door. Dan gaan we namelijk even wat nieuwe... towns bekijken. En nee, ik ga mijn persoon niet veranderen. Ik wil gewoon wat nieuwe towns bekijken. Dus ik moet even kijken hoe ze nu... Oké, E is nu die van mij. En we hebben nu de Brotherhood dingen erbij.
Oh, iemand wil wat gaan drinken. Oké. Van Swag, ja. Klappen en jij weer sterk bent, oké. En ik heb een neus. Ik denk dat ze bedoelen, I'm watching you. Maar, oké. Ja, de middelvinger, ja. Dat vind ik heel mooi. Wacht even. De spieren laten zien, wat een opscheppers. Of vogeltjes dansen, zie je? Een vogeltjes dansen. Tadadadadada, 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 pa-pa-pam-pam. Oké. En wat is dit? Een mannelijke, een gorilla. Kijk, daar heeft hij jeuk. Oké, nou, ik vind het allemaal heel mooi. Maar deze zijn toch echt veel beter. In ieder geval, dan hebben we dus dit bekeken. Dus dat vind ik mooi. Ik vind jou trouwens er ook best wel goed uitzien. Maar kijk, al die andere gozertjes die hier zijn, die zijn wat slechter geanimeerd of getekend dan deze gozer. Maar oké, gozer. Ik vind het heel leuk dat je er was. We gaan nog wel even wat mayhem kousen, jongens. Dus ik ga heel even wat vernietigen. Oké. Oké, ik wacht even tot de politie komt. Alsjeblieft, politie, dankjewel. Kom op. Oké, ik weet niet waar hij op schiet, maar... Oké. Ik wil wel even wat rampage dus veroorzaken. Dat we wel eens een keer mogen zien waar hij op gaat schieten. Oké, een mooie ontploffing. Komt er nog politie of... is dat niet meer? Oh ja, daar komt het. Nou, schakels uit. Oké. Oh, wie gooit er nou even een flashbang? Oké. Oké, hij is echt wel een baas. Hij gedraagt zich echt als een politieagent. Oké. Oké, gozer. Nou, ik vond het heel leuk. Maar, veel succes, Troy, met de rest van je dingen. Ik ga even de politie proberen kwijt te raken. En dan ga ik ondertussen trouwens... Ja, ik ga ook eventjes kijken of winkels te koop zijn in dit gebied. Is ook wel leuk. Om dat even te checken. Kom op, alsjeblieft. Laat me even doorrijden. En politie, meet het je zak even, alsjeblieft. Oké, dan lopen we hier even omheen. En als er zo'n sale ding staat, betekent dat we kunnen kopen. En staat er geen sale ding, dan kunnen we het dus niet kopen. Oké, nou dan kan ik dus eigenlijk al Ultor afstrepen. En ik kan de towns ook al afstrepen. Oh, dan hebben we nog maar twee dingen. Die we echt willen gaan bekijken. Maar allereerst gaan we... nou ja, niet wachten tot de politie weg is. Want die zakt vanzelf wel weg. Oh, dat is een ambulance. Maar we gaan vandaag ook alle homies nog bekijken. Dus dat betekent dat we nog een paar moeten gaan bellen. Homies. Want we hebben nu Troy gebruikt. Maar er is ook Legal Lee. Vier staan? Ook niet. Nou, dan los ik het even anders op. Oké, en... Dan maak ik even mezelf dood. Dan springt de tijd namelijk een stuk verder. En volgens mij heb je net $300 eraf. Nou, dat klein beetje geld vind ik niet erg. En waarschijnlijk kan ik nu wel weer een van de homies bellen. Waar we trouwens zometeen naartoe gaan is naar mijn eigen crib. Dat is naar daar. Dan gaan we geen missie doen, maar we gaan daar naartoe. Om een customization ding te doen. Maar daar kunnen we nu wel een homie bellen. Oké, homie. Legally. You need a fixer? Stay right there.
En jongens, Legal Lee, die krijg je volgens mij normaal nooit in singleplayer. Tenminste, ik heb daar iets over gehoord. Dat je hem niet in singleplayer krijgt. Maar wel, je krijgt hem wel als homie als je in co-op gaat spelen. En voor de mensen die vanaf het begin van deze serie keken. En nog steeds blijven kijken. Die weten dat ik dit eerst als, zeg maar, ja, co-op serie had. Dus ja, daarom, om die reden. Oh god. Heb ik die gozer er ook bij. Wat ik wel leuk vind is dat je meteen een wagen meeneemt. Oké. Oh, andere muziek trouwens wel even op. Dat vind ik zo raar, hè? Dit ding heeft wel een radio, maar Bluetooth, nee, die hebben geen radio. Dit ding zou eigenlijk dan ook geen radio moeten hebben. Alsof de dokters even onder, de ambulance mensen ondertussen hun muziekje aanzetten. Gaat iemand achterin bijna half dood? Moet met spoed naar het ziekenhuis? Nee, ga even leuk. Oh ja, wacht even jongens, het is even een leuk muziekje. Ik zie het echt al gebeuren. Oké, nou. Legally. We gaan eventjes samen ook nog wat mayhem kousen. Maar dat vind ik ook gewoon leuk. Oeh, mooi. Politie neerschieten. Dat geeft mij extra punten. Oké. Nou, ik wil niet te veel cops shooten. Anders krijg ik die politie niet meer weg. Oké. Hoe ben jij trouwens gedetailleerd? Ziet er ook wel uit. Oké, als jij nou even allemaal mayhem gaat kousen. Dan ga ik even weg. En dan wens ik jou veel plezier. Oké, nou. Veel plezier, Legally. Ja, ga er maar vandoor. Oh, hij gaat er ook echt vandoor. Oh, nee, hij kan niet weg. Hij wordt gestunt, oké. Okay. Oh, dit is interessant. Gaat hij het wel overleven of... Oh, low way. Ja, wij moeten wel even een beetje doorrennen. Oké. Okay. Ik weet niet waar hij is, maar... Was dat Legal Lee? Oké, okay, nou, Legal Lee is tenminste ontsnapt. En wij ook, want die anderen leiden hun af. Oké, okay, in ieder geval, dan wat we nu gaan doen, is we gaan dus eventjes kijken bij die gang customizations. En die zijn hier beneden. Is er trouwens ook nog wat veranderd ondertussen aan dit hier beneden? Of niet echt? Het ziet er wel een stuk beter uit. Of is het echt hetzelfde? Want ik weet het allemaal niet meer. Het standbeeld is volgens mij veranderd. Ik weet het niet. Ik weet niet of er wat is veranderd. Maar waar waren die gang customizations dingen? Oh, we kunnen hier nog een tag sprayen. Gaan we dat ook even doen? Oké, nou. Dit nog. Op en neer. Keep spraying. Eten complete. Oké. En dat vind ik heel mooi. Maar waar is dan die gang customization ook alweer? Want ik weet het niet meer. Ja, ik weet dat die hier ergens was. Maar ik... Ja, volgens mij beneden. Volgens mij beneden en dan moet... Oh, hier is die. Oké. Okay. We hebben namelijk een nieuwe stijl erbij. Want ik heb nu gangsters. Maar we kunnen dus ook... Ja, deze was er al. De 80's. Maar die vond ik zelf niet zo leuk. We konden bodyguards. Is op zich best wel leuk. Gangsters vond ik toch meer passen. Maar we hebben nu ook ninjas. Nee, ik vind het gewoon niet bij passen. Geen ninja's. Pimps en hoes vond ik ook niet echt geweldig. Prep hop, nee. Sporty. Ik vind die gangsters toch een stuk beter. Maar deze is ook heel erg leuk. Maar die ninja's die we erbij kregen, nee. En die tag die staat wel goed. En de sign... Ja, die staat ook wel goed. Oké, jongens. Dan hebben we dus dat
stukje ook gaat. Dan valt er nog maar één ding te doen. En dat is echt nog maar één heel klein dingetje. Dat is namelijk even een helikopter nemen. En naar de grote fabriek toe rijden. Om daar even te bekijken of we die winkel kunnen gaan kopen. Want we weten dat we bij Ultra dat niet kunnen kopen. Maar we weten niet of dat bij die fabriek daar niet kan. Dus dat gaan we nog even doen. We gaan nog even vliegen naar dat fabriekje. En ondertussen ga ik ook een homie uitnodigen om met mij mee te vliegen. En dan, ja. Dan is het allemaal wel goed voor vandaag. Stapte ik bijna in die missie. Nee, we doen die missies waarschijnlijk morgen wel. Ik weet niet van welke, groen of van geel, maar daar denk ik nog wel over. In ieder geval, wij gaan dus even een homie uitnodigen. Het zegt niet dat ik me nog een keer moet opblazen, want dat kost wel echt heel veel tijd. Oké, homies, Piers. Oké. Nou. Het is misschien zonde voor al de rocket launchers, maar ja. Die krijg ik er nog wel een keertje bij, denk ik. Oké, nou. En dat ging ook weer $500 volgens mij. Maar ik vind het waard, want ik wil toch echt jullie alle homies laten zien. Piers. Die hebben we namelijk gisteren erbij gekregen. Jongens. Nou, je maakt er wel werk van, jongen. Stap in. Oké. Is er ergens... ja, daar terug naar boven. En hier heb ik geen zekerheid van, dus... Ja, dan gaan we daar terug naartoe. En dan, ja. Maar hun hebben dus... alle homies hebben dus een aparte wagen wat hun meenemen. Legal Lee heeft een ambulance. Pierce heeft deze wagen. En Troy heeft een politieauto. Maar hij is ook een politieagent, dus ja. Nee, maar ik vind deze auto, ik weet niet. Ik vind hem er mooi uitzien. Maar dit is niet echt een racewagen. Dit is meer een ramwagen. Ja, zie je? Het is meer een ramwagen. Maar dat vind ik ook niet erg. Ramwagens zijn ook erg handig om te rammen. Oké, nou, in ieder geval... Nee, ik gooi hem niet in mijn garage. Oké, gozer, kom mee. Nee, we gaan niks uit mijn garage nemen. We gaan naar boven. Hoe zie jij er trouwens uit? Kom eens hier. Nee, als ik moet zeggen... is Troy toch echt het beste, zeg maar... getekend. Of geanimeerd, of hoe je het ook wil zeggen. Maar ik hoop dat je zometeen parachute kan springen. Maar dat moet eigenlijk wel. Want ik ga niet landen. Ik ga niet echt landen. Dus ik hoop dat je parachute kan springen. En anders are you screwed. Gozertje. Dus ik hoop het voor je. In ieder geval, dan gaan we dus daar snel naartoe. En dan, ja. Dan valt er niet echt veel meer te doen. Want we hebben alles al bekeken. En ik dacht dat het me meer. Ik dacht echt dat het serieus me meerdere afleveringen ging duren. Maar nee. Oké, nou, ik vind het niet erg. Of zal ik wel gaan landen? Landen of niet? Nee, ik ga niet landen. Ik ga kijken of zo'n homie ook parachute kan springen. Oké. You abandoned one of your followers. Oké. Bijna dood. Ja, gozer. Jij loopt zelf ook erg weg, hè? Maar waar ben je? Je valt van de trap. Nou, gozer, kom. Kom mee. Oké, en kunnen we deze kopen? Anders zijn we hier dus eigenlijk voor niks. Oké, dan zijn we hier dus eigenlijk voor niks. Oh, leuk dat je meteen ook even laat zien. Leuk dat je ook even liet zien dat je ook kan aanvallen. Dan wil ik wel even kijken of ik nog mijn helikopter terug kan krijgen. Want dat is ook wel handig.
Nou ja, het hoeft namelijk niet per se. Maar ik wil gewoon even zien wat er met die helikopter is gebeurd. Dus jongens, ik ga dat nog even bekijken. En dan vind ik het wel mooi geweest. Ik weet trouwens, ik zou hier atoombommen liggen. Maar ik weet niet. In ieder geval, waar ligt mijn helikopter? Van het oogpunt dat ik had, was mijn helikopter in de zee gevallen. Net zoals ik. Maar kijk eens, in ieder geval. Voordat ik helemaal doordraaf en naar een helikopter ga zoeken die al lang despawned is. Ga ik tegen jullie zeggen, kijk eens door even een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Maar dan valt er nog maar één ding te zeggen. En dat is, doei!